Het was vooral mooi zeilweer op het Veluwemeer. Bij Harderwijk en toch geen weer voor veldrijden. Maar daar staat hij weer, Richard Groenendaal. Het is de laatste keer Harderwijk. Het wordt het hele seizoen de laatste keer. Volgend jaar is hij ploegleider. Daar Thijs Al. We zagen Bart Wellens. Veel toppers wel aanwezig, een paar niet. Lars Boom rijdt op dit moment een etappekoers in Frankrijk op de weg. Sven Nys heeft één veldrit gereden voor de hoofdprijs. En traint de rest van de maand weer onder de Spaanse zon. Nys laat zich nog niet zien. Deze mannen verstoppen zich niet. Maar zij rijden ook nog voor hun brood. Nys vraagt torenhoge startbedragen. Razendsnel parcours natuurlijk onder deze omstandigheden. 22 graden, geen modder maar gras. En het tempo bij vlagen heel hoog. Hier Bart Wellens, de tweevoudig wereldkampioen in zijn wiel Rob Peters. Een van de vele Belgische talenten die eraan komen. Dan Bart Arnouts. En die gaat na twee ronden op avontuur. En daar Thijs Al, die de achtervolgers aanvoert. Gerben de Knecht, Van Toerenhout en een val van Peters. Velo meepakken, hè? En de snedige opmerking van Wellens. Velo meepakken. Dat was bedoeld voor deze man, voor Peters. Gerben de Knecht komt pas laat in het seizoen, meestal goed in vorm. Van Thijs Al weten we dat eigenlijk niet zo goed. De Nederlands kampioen mountainbike, laten we dat niet vergeten. Hij klopte gewoon de grote favorieten, Bart Brentjes en Rudy van Houts. Zij gingen wel naar Peking. Thijs Al koos voor veldrijden. Hij was er in Athene nog wel bij. En diezelfde Al gaat halverwege de wedstrijd ten aanval. En hij krijgt de jonge Belg Dieter van Toerenhout mee. Het is de neef van Sven van Toerenhout. En deze mannen moeten passen. Groenendaal kan niet mee, de Knecht niet mee. En waar is Wieland van Gils? Ook zo'n naam die we in de winter vaak horen. Hij kan het helemaal niet. Tempo ligt te hoog voor de diesel van Gils. Heeft getraind op de start, maar moet nog maar harder gaan trainen. Want van Gils kon het niet vandaag in Harderwijk. Dan opeens zien we Thijs Al alleen. Het duo werd bijna ingelopen onder aanvoering van Bart Wellens. Maar Al probeert het nog een keer. Van Toerenhout moet lossen. En het is nu Bart Arnouts in de achtervolging. Groenendaal in laatste wiel. En ook dat heeft een reden. Want volgend jaar, per 1 januari, is deze Al ploeggenoot van Groenendaal bij A-Adrie. En Al gaat zeer verrassend winnen. Want het was voor het laatst in 1999. Adrie van der Poel was dat. Dat de Nederlander de openingscross in Harderwijk won. Maar het is gewoon Thijs Al. Tweede wordt Pauls en derde van Toerenhout. Wat een verrassing in Harderwijk. Het is gewoon de eerste koers. En, je bent gewoon vol. Ja, je weet dat je goed voorbereid bent en dat alles goed is. En ja, dat moet ook gebeuren in de koers natuurlijk. Hier heb je het hele jaar voor getraind. Dus nu moet je er staan. En ja, als je er gelijk staat, dan is het echt super. Dan zijn alle stress is dan weg.